En goedemiddag, we zijn aan boord van Coaster Mellen en wij varen, nou laten we zeggen, ietsje oost van Veren. Dat kan u op de achtergrond zien. Prachtige haven, het Zeeuwse stadje Veren op deze prachtige dag. Gisteren dachten we allemaal van, oei, wat is daar aan de hand met een zware windkracht 8 die erop losbeukte. Maar vandaag is alles weer zon overgoten, want het is de zomerbijeenkomst van de Nederlandse Kring van Trascombe-eigenaren. En hier aan het roer van Coaster Mellen ziet u de bedenker, ontwikkelaar en eigenlijk ook producent van het nieuwe roersysteem wat op Coaster Mellen is ingezet. We hebben daar een tijdje mee zitten varen en ik moet zeggen, dit is ongelooflijk. Er zit geen greintje speling in. En het schip dat vaart, ja, zoals je met een Trascombe eigenlijk nog nooit hebt meegemaakt. Ze luistert zo ontzettend netjes naar haar roer. En dat was vooral ook heel erg opvallend als je op de motor aan het varen was. Even kijken hoe het zog eruit ziet. Het is een beetje gevaarlijk. Het is weer handen- en voetenfilm. Je ziet hier de twee stangen die gelijktijdig bewegen. En daar de twee bladen mee aandrijven. Ik zal even door de knieën zakken. En kijken of we de bladen daar ook kunnen zien. Ja. Maar dat steekt niet helemaal mee. Zo. Kan je misschien dat leiblad even omhoog trekken? Kijk, als je nou ziet, dan gaat het leiblad. Ja, dat is ongeveer. Zo is het helemaal uit het water, mocht hij droog gevallen zijn. Maar zo ziet u. Dan vaar je gewoon. Terwijl het blad in horizontale positie is en je dus eigenlijk op de platen kan varen zonder dat je hoeft te balanceren met een riem. Dit gaat ook automatisch. Mocht je op een plaatje lopen, dan gaat het gewoon automatisch via een ingenieus systeem gaat omhoog. Zullen we direct nog eventjes verder kijken als we niet op een achterdek hoeft te staan. Want het is altijd een beetje lastig als je ondertussen moet kijken waar je aan het varen bent. En zalig dag. Dit was Coaster Mellen.